Hallo, ik ben Frederik Vermeijren van Visio. Ik ga je in deze video heel veel kennis gaan bijbrengen over SEO. Wil je nog meer weten over SEO? Abonneer je dan op dit YouTube-kanaal. En wanneer ik een volgende video ga uploaden, ga je er meteen een notificatie gaan over krijgen. Maar we starten alvast met deze video. Ja, ik heb ook even een vraagje. Ja, zeker. Dus bijvoorbeeld, wij werken met webshops en er zijn bijvoorbeeld heel veel producten die nu niet beschikbaar zijn. Ja, Dus ja, ja. al die pagina's zijn nu 404's. Dus mijn vraag is eigenlijk, wat kunnen we het beste doen? Kunnen we die URL's gaan redirecten naar categorieën of homepagina's? Of moeten we die er nu uithalen en er terug insteken als die producten terug beschikbaar zijn? Wat zou de Ja, dat beste is optie zijn? een zeer goede vraag, want inderdaad, allez, voor huizen hebben we dat ook. Wat zouden we daar doen? We laten de pagina bestaan. Dus dat we ook ja, soms een beetje urgentie willen creëren van ja, eigenlijk ben je te laat. Het is een unieke kans dat je hebt laten schieten, verkocht. Wat dat we daar dan doen, is vastgoed in de buurt gaan tonen. Om toch te zeggen van oké, ja, je bent gemist, je bent te laat, die urgentie een beetje van booking.com. Maar kijk een keer, iets in de buurt, Paterswolde bijvoorbeeld, hebben we toch nog andere huizen die appartementen die ook in de buurt liggen. Dus voor producten kun je een heel moeilijk redirect plan maken naar de bovenste categorie. Oei, en als het dan drie categorieën zijn, naar welke moet ik dan redirecten? Heel wat A, B. Gewoon de pagina laten staan. Want de vraag is natuurlijk, komt het product ooit weer binnen? Bij huizen ja, is de kans dat dat weer te koop komt, maar binnen 30 jaar. Maar bij producten kan opeens weer een leverancier zijn van ja, maar wij hebben hier weer stok, verkoop maar. Ja, want nu komt het dan op die pagina's dat het product niet beschikbaar is en in Search Console komen die pagina's dan ook als fout binnen. Ja, dat is dan vooral. Op zich is dat geen probleem, want je bent wel eerlijk van ja, is het niet meer. En Google snapt ook van dat je geen producten kunt uitvinden of genereren. Dus zo fout is het niet. Maar mijn job is dan vooral om een keer UX-matig te denken van oké, ja, maar ja, misschien kunnen we alternatieven geven. Het heeft geen zin om hier alle panden van de Waal te geven. Dat is in een range van 20 kilometer rond dit pand bijvoorbeeld. En dan gaan mensen daarmee aan de slag om te kijken, maar ja, misschien toch in de buurt, ja. Ik was inderdaad toch in de buurt aan het zoeken. Nou, weet je wat, in de Kettingstraat. Allee, dat is toch ook wel een toffe garage dat ik wil huren voor een staanplaats. Dus, ja, dus ik ben nogal fan van te laten staan. En dan, ja, gewoon eerlijk te zijn, het is verkocht. Beetje urgentie, van het is momenteel niet meer op voorraad, je bent te laat. En dan doorverwezen. Super tof dat je deze video hebt bekeken. Wil je nog meer weten over SEO? Bekijk dan zeker onze video's op dit YouTube-kanaal of schrijf je in voor de SEO Academy. De link vind je hieronder. Dag!